In deze video wil ik u iets meer gaan vertellen over de MaxiCosi Pebble Pro Ice Size. Het is een oudschool die u kunt gebruiken vanaf de geboorte af aan tot ongeveer 12 maanden. Het is een Ice Size goedgekeurde oudschool. Wat dat precies inhoudt, daar kom ik later even op terug. Door middel van de verkleiner die erin zit, kunt u de oudschool vanaf de geboorte af aan gebruiken. Hij wordt niet alleen bij het hoofd verkleind, maar ook bij de heupen. Waarom is dat? Dat het kindje eigenlijk veel steviger in die stoel blijft zitten op het moment dat we helaas een impact gaan krijgen. De hoofdverkleiner die kunt u kleiner maken en die kunt u groter maken. Dat is natuurlijk wel zo fijn, want het hoofd wordt natuurlijk groter. Wat ook heel erg prettig is, is dat u de onderste gedeelte ten opzichte van de bovenste gedeelte los kan maken. Nou, wat heeft dat nou als grote pluspunt? Nou, op een gegeven moment haalt u eigenlijk de onderkant eruit, dat is nou ongeveer 6 maanden. Maar op het moment dat u zo zegt van nou, ik vind het wel fijn om bij het hoofdje nog extra bescherming te bieden, dan zetten we eigenlijk die hoofdverkleiner weer echt terug in. Het gordelstem er weer even doorheen halen. Nou, en dan klikt u hem dus op deze manier klikt u hem weer vast. En dan kunt u hem dus wat groter zetten, waardoor het kindje altijd optimale bescherming blijft behouden. Het fijne van deze autosol is ook dat hij het easy-in gordelsysteem heeft. Wat houdt dat nou precies in? Op het moment dat u het gordelstem losmaakt, dan zult u merken dat de schoudergordel gelijk wat meer naar boven toe schiet en hij klapt gelijk naar voren. Staat hij goed naar voren toe, kunt u dit in lengte instellen en dan is het heel erg makkelijk om de kleine erin en eruit te doen. Op het moment dat u dan het kindje weer terug wil zetten, gaat u het schoudergordel eromheen doen. Nou, tussen een stukje klap naar voren toe, dus je kan nooit onder het lichaampje van het kindje komen. U klikt hem vast en u trekt hem net zo hard aan. Het kindje goed in oudstoel bezet. Het gordelsysteem kunt u 2 standen stellen. Waarom is dat gedaan? In verband met veiligheid. Op het moment dat het kindje dus wat groter gaat worden, dat de schoudergordel gewoon goed op de schouder gaat liggen. Hoe werkt dat? Ik haal even de verkleiner eruit. Dan kunt u het iets beter zien. Hier aan de achterkant heeft u een klepje. Daar kunt u ook wat dingen meenemen. Is altijd wel net zo handig. Deze 2 doet u naar elkaar toe. Dan kunt u hem in hoogte gelijk instellen. Nou, hoe ziet dat dan aan de voorkant eruit? Waardoor het kindje dus altijd goed erin zit en de schoudergordel dus goed op de schouder blijft liggen. Deze autostoel heeft ook een geïntegreerde zonnedak. Hoe werkt het? Ik doe deze eventjes omhoog. Deze is van siliconen. Waarom hebben ze dat van siliconen gemaakt? Mocht u ergens tegenaan stoten, tot de autostoel niet beschadigd, maar ook niet het object waar dat u tegenaan stoot. Deze kunt u eigenlijk zo naar buiten toe doen. Dan pakt u het zonnedak. Heeft u hier haakjes, zet u mooi achter. Dan kunt u deze weer terugvouwen. Op het moment dat u hem dus zo in de auto wegzet of eventueel op een kinderwagen, zal uw zoon of dochter dus veel minder last hebben van de zon. U kunt deze autostoel op 2 manieren vastzetten. Met een gordelsysteem en met een base. Hoe werkt het met het gordelsysteem? Het kindje kijkt altijd tegen haar richting in. U pakt het gordelsysteem, de heupgordel gaat er overheen, u klikt hem vast, schoudergordel gaat om de stoel heen, zit hier ook nog een haak, dan gaat hij daarin. Wat erg van belang is dat u altijd even schoudergordel even goed strak aantrekt, waardoor hij gelijk een stuk stevig gaat zitten. De 2e manier hoe je hem vastzet is dus met de base. De base die heb ik alvast geïnstalleerd. Hoe eenvoudig dat gaat kunt u zien in een ander productvideo van de base. De MaxiCosi klikt u erg simpel erop en u haalt hem ook heel erg eenvoudig ervan af. Het fijne is ook altijd, mocht u voor die base gaan, tot het kindje gelijk in de meest ideale hoek zit. De stoel is dan ook gelijk ijshuis goedgekeurd en het belangrijkste is dan ook bij deze, hier heeft u bovenin kussens zitten, want ijshuis testen we ook met zijwaartse aanrijdingen en niet alleen frontaal of achterwaarts. Dat zijn dus allemaal de grote pluspunten van de MaxiCosi Pebble Pro ijshuis. Je ziet ook nog 2 knopjes zitten. Waarvoor dien je deze knopjes voor? Op het moment dat u hem eventueel op een kinderwagen zou willen zetten, heeft u adapterset nodig. Hij past eigenlijk op nagenoeg alle kinderwagens. Dan kunt u eenvoudig erop klikken. Door middel van deze 2 knopjes haalt u hem ook weer ervan af. Bent u overtuigd van deze autostoel? Kunt u hem gelijk bestellen in onze webshop. Daar ziet u ook gelijk de verschillende kleuren, want hij is natuurlijk in meer kleuren leverbaar dan alleen rood. Zegt van, ik wil hem toch nog eens even testen. Dan bent u natuurlijk van harte welkom in een van onze winkels in Nederland of in België.